Oké, zo niet. Ik maak even een vraagje weer met Prison Architect. Ik weet niet precies wat er met de vorige aflevering is gebeurd tijdens het ontsnappen, maar op een of andere manier is dus de game niet wezen opslaan. Nou is dat niet echt zo'n heel groot probleem, maar ik denk van, nou dan ga ik gewoon wel weer hier verder waar ik gebleven was ongeveer. En hopelijk misschien dat ik dan weer gewoon in de gevangenis kom te zitten, of niet. Dat zien we vanzelf wel. Ik ga gewoon weer, oh ja, daar heb je hem alweer. Nou, dan gaan we gewoon weer zien. Dan maak ik gewoon weer een beetje de cellenblokjes zoals ze waren. En dan blijven we gewoon, eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde plan als wat ze gisteren hadden. Of de vorige aflevering, Brooke. Oké, dat zijn er drie. We hopen dat het een beetje goed uitkomt. Oké, we moeten even wat aanpassen. Dus dan zetten we deze mooi hier neer. En dan deze gewoon zo. En dan gaan we hier gewoon weer verder. Mooi. Ik ga het gewoon zien of we weer een ontsnappingspoging moeten gaan houden of iets. Dat zal komisch zijn, maar oké. Ik ga even denk ik dat ik deze deur eventjes aanpas en hier neerzet, zodat het wat makkelijker wordt voor de metaaldetectors. Dus dat is misschien wel een verstandig idee. Oh ja, het begint weer. De Prino's, daar gaan ze weer. Oké, dan wil ik weer hier. Sowieso iets van 3 tussen laten, denk ik. Dan moet dit gewoon. Zoiets. En dan gaat dit dan ongeveer hetzelfde hier en dan weer zo. We hebben er nog maar eentje nodig en dan is die ook dood. Het zou me eigenlijk niet veel verbazen als ik straks weer de cel in moet. Ga ik gewoon dezelfde manier proberen als de vorige aflevering. Zo, er zijn in ieder geval weer 2 cellenblokjes. Deze moet ik al weg. Oh, niet dat. Criminelen laten.
Ik ga gewoon in ieder geval alvast dit eventjes regelen. Eigenlijk hoef ik nog maar 4 uurtjes te overleven en dan heb ik al alles klaar. Heel misschien haal ik het. Oh, ik moet ook alle radio's bijna. Dat klopt. Radio weg. Er zijn nog meer radio's, denk ik. De cellenblokken niet gelukkig. Ik onbehandel deze ook maar eventjes. Just in time. Nou, dat komt in ieder geval goed uit. Maar ik wil sowieso nog een keer wel op mijn gevangenis gaan ontsnappen. Dus moeten we een keer maar eens gaan doen. Kijk dan toch. Oh. Dat is super handig. Oké, iedereen slapen. Ze waren ook al verdomd bijna, hè. Bijna. Toch wel goed even die roll call. Want dan weet je gewoon zeker dat die gevangenen niet in een cel zitten. Deze muur eventjes een beetje gaan slopen. Oh ja, kan ik ook even gelijk de patrouilles eventjes een beetje aanpassen. Het zijn ongeveer 4 dat er dan tussen zit. 2, 3, 4. 4. Zo dus. Waarom duurt dit zo lang? Jezus.
Is dat het laatste stukje? Maar hier. Ach ja, we zien wel. Eigenlijk is deze gevangenis al best wel massaal. Ah, there we have it. Een nieuwe gebied van cellenblokken. Kunnen deze muren gesloopt worden? Die hebben we dan niet meer nodig. Dan kunnen we deze dan gewoon een beetje mooi tot hier blijven. Hoppakee. Oké. Veilige omheining. Die zitten dus 3, 7 tussen. Daar dus. Hoppakee, dat is alles. Doe gewoon eerst de ene kant en dan kan de andere kant mooi. Oh my god. Die tunnels zijn wel snel en gaaf, gek. Maar ik zie ook waar ze nu een beetje proberen. We proberen heel naar het zuiden toe te gaan, zie ik vooral. Daar moet ik wel eens even over nagedenken hoe we dat in het zuiden beter gaan maken. Ik wil in ieder geval één kant van de cellen vandaag afkrijgen en dat ik dan volgende aflevering de rest doe. Dan kunnen we misschien ook alvast beginnen met het nieuwe cellenblok. Als we daar het geld voor hebben. Mocht dat zo zijn, dan is dat altijd wel fijn. En dat geint. Zo, dan kunnen we weer even klomtoe verder maken.
Zo. Oké, nog twee. Nou, dat is één. Dan hebben we er nog eentje nodig. Oké, top. Dus in ieder geval één kant klaar. En hoeven we echt alleen de volgende aflevering dan de andere kant te doen. Zien. Logistiek niet. Alleen personeel. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, een fijne kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.